Ik ben Adrie Kosters en jullie kijken naar de eerste aflevering van Club TV. Doelpuntenkermis in Europa. En dit was onze voorbereiding. Veel volk deze week in en rond Jan Breydel. Naast de Europese match van gisteren staat zondag dan ook nog een tweede en levensbelangrijke opdracht op het programma. Dan trappen we thuis tegen Westerlo ons nieuwe seizoen af. Onze jongens hebben de voorbije weken keihard gewerkt en voelen zich klaar voor de start van de competitie. De goesting is heel groot. De honger naar voetbal voor de prijzen is ook heel groot. Dus ik denk dat Brugge er klaar voor is. Ik denk dat we een heel goede voorbereiding achter de rug hebben. En ik denk dat Brugge zo ver kan staan als mogelijk op deze moment. Ik heb de bonne impression que tous les joueurs sont bien en forme. On sait que cette année sera, j'espère que ce sera notre année et tout. Et j'espère qu'il faut quand même commencer par les trois points. Wie als ploeg wil meespelen voor de prijzen doet er best aan bij de competitiestart geen steken te laten vallen. Iets wat ze ook binnen de spelersgroep beseffen. Je crois que c'est sûr avec tous les changements qu'ils ont fait au club et tout, avec tous les renforts qu'on a, c'est des joueurs très importants et ils ont beaucoup d'expérience et ça fait un bon mélange. Je crois gagner, on doit gagner. Je wil goed van start gaan en dat betekent dat je op thuis zoveel mogelijk punten moet halen. Nou, daar gaan we alles aan doen als dat is zondag. Dus wat dat betreft, ja, zijn we er klaar voor. Ik denk dat wij sowieso ongelooflijk veel wedstrijden gaan winnen als we gewoon echt willen. En dat is het belangrijkste. Maar moeten, ik denk dat onmogelijk is om zo'n dingen te kunnen bestellen. De drie punten bestellen kan misschien niet, maar de statistieken zijn alvast hoopgevend. De voorbije 5 jaar wonnen we 4 van onze 5 openingsmatchen. Enkel vorig seizoen begonnen we met een valse noot. Vorig jaar liep het fout op het veld van KV Kortrijk. Het werd toen 1-0 voor de thuisploeg. Alle andere openingsmatchen wonnen we dus. Vaak met grote cijfers. Denk maar aan de 1-4 op het veld van 2 weken 3 jaar terug en de ruime 5-0 tegen de Buffalo's. Intussen 5 seizoenen terug. Ook leuk om weten is dat we exact 10 jaar geleden, net zoals komende zondag, ook thuis tegen Westerlo openden. Toen wonnen we met 4-2. Toen schreven ongeveer 15.000 supporters ons naar de overwinning. Zondag zullen dat er wellicht zo'n 10.000 meer zijn. Want de supporters zijn erg hoopvol voor dit seizoen. Het is gewoon zo dat er nu een nieuwe wind is. Dat het bestuur is nieuw, geeft aan dat ze ongelooflijk veel ambitie hebben. Supporters merken dat. Trainers die nieuw zijn, die komen en gaan. En ook heel veel spelers. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel ambitie is. En supporters hebben dat graag mensen met ambitie, mensen die er absoluut voor willen gaan. En ik denk dat ploeg er volledig mee meegaat. Tijd om even onze laatste 5 thuiswedstrijden tegen Westerlo onder de loepen te nemen. Ook daar mooie cijfers, want de voorbije 5 seizoenen wonnen we telkens. Club vond daarbij elke match minstens 2 keer de weg naar het doel. Enkel de voorbije 2 seizoenen werd het met respectievelijk 4-3 en 2-1 spannend. De jaren daarvoor wonnen we al bij al makkelijk van Westerlo. Met de 4-0 in 2008 als uitschieter. Die emotioneel geladen wedstrijd in mei, net na het overlijden van François Sterkele, weet u nog. Niets dan blij gezichten gisteren na afloop van het Europese treffen tegen Karabach. Club versloeg de ploeg uit Azerbeidzjan met 4-1. En heeft zo'n flinke stap gezet richting Europa League. De eerste helft begint meteen uitstekend voor Blauw-Zwart. Net geen 10 minuten gespeeld wanneer Ojija breedlegt op bij Hoefkes. De captain voert voor doel. Aanwinst Jon Vlemings met de perfecte controle en meteen ook zijn eerste officiële treffer voor club. Hopelijk het begin van een hele reeks. Club domineert en Vlemings blijft de gevaarlijkste man. Thank you.
kwartier voor rust komen de Azeri's een eerste keer aan het venster piepen. Deli kopt naast. Club aan de rust verdient 1-0 voor. Koster heeft onze jongens tijdens de koffie de opdracht gegeven om door te drukken en dat doen we ook. Vasquez met de hoekschop, Donk kopt staalhard naast. Even later is het wel raak. Donk schuift de bal naar Vlemings, maar het leer belandt in de voeten van Vasquez. De Spanjaard schildert Erik mooi voorbij Pavlovic en Club oprozen. Nogmaals het penseel van Vasquez. De wave gaat al door het stadion wanneer Karabach kan doorbreken. Ismailov opwandelt die dan slim steekt tot bij Aliyev. Die blijft kalm en schiet het gevreesde tegendoelpunt binnen. Club bijt van zich af en gaat op zoek naar de derde goal. Björn Vlemings met zijn gekende verre inworp en dit keer buffelt Reindhoek de bal staalhard in de touwen. Ja, het is een tijdje geleden dat ik heb gescoord, maar was dan een goede inworp. Een belangrijke wapen van ons is nu, dus ik zal vaker oprukken. Dus. Club blaakt nu van zelfvertrouwen en gaat op zoek naar zekerheid. Stenman met de 1-2 en de voorzet naar de tweede paal. Girard loopt subliem over Pavlovic en bezorgt Club zo een haalbare opdracht volgende week in Azerbeidzjan. Probeer ook een doelpuntje te maken, denk ik. En wij moeten gewoon zorgen dat we de volgende ronde halen, dus dit mogen we niet meer weggeven. Ik vind het jammer dat ze scoort voor 2-1, maar ja, 4-1 spreekt voor zelf. En dat is een goede uitgangspositie voor ons. En ja, nu moeten wij gaan naar Karabach. En ja, het is moeilijk, hè. Het is 45 graden daar, maar ik denk dat het komt goed. Hè. Zondag is het dus eindelijk zover. Dan trappen we tegen Westerlo ons nieuwe seizoen af. Meer dan 6 weken lang hebben AD Koster en zijn jongens zich voorbereid. Wij zetten voor jullie alles nog eens op een rijtje. Trainen toch elk seizoen weer opnieuw moet beginnen. En we hebben 6 weken de tijd om er een hecht elftal en een hecht team van te smeden. En dat smeden gebeurde de eerste weken meteen onder een brandende zon. En dat liep bij sommigen zijn sporen na. Maar dat trong. Thank you.
Björn Vlemings. Dat is duidelijk de grapje van de keeper. Zet de gat in een arm fit voor. Voetbal win je niet meer op goed geluk. Ze zijn de resultaten van hard samenwerken. No sweat, no glory. Na de ploegvoorstelling signeren alle spelers onze Club TV-bal. Wanneer Ryan Donks zijn krabbel zet, geeft speelvogel Björn Vlemings zijn visitekaartje af. Wil jij onze Club TV-bal signeren? Ja, zeker. Van Puma er weer fantastisch uit. Daarom kan hij dankzij Club TV tientjes in je de thuisshirts winnen. Gisteren is als de bliksem Puma naar 65-65. En wie weet loop jij straks met het gloednieuwe truitje rond. Veel succes! Dit seizoen laten we elke uitzending iemand van de clubfamilie ons No Sweat No Glory jaarboek signeren. Aftrappen doen we, hoe kan het ook anders, met trainer Adrie Koster.